Goedenavond en welkom op onze webinar. Als ik goed geteld heb, zijn we met ruim 160 mensen, apothekers, personen met dementie, familieleden, mantelzorgers. Welkom op het Van Slot Symposium Farmaceutische Zorg bij personen met dementie. Deze webinar wordt georganiseerd door het Vlaams Apothekersnetwerk in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie. Het Vlaams Apothekersnetwerk heeft de laatste 3 jaar heel naarstig gewerkt aan een traject FASODEM, een traject rond farmaceutische zorg voor personen met dementie. Dit project kwam tot stand in een aangename samenwerking met het Expertisecentrum Dementie en met steun van de Vlaamse overheid. Tijdens dit slotsymposium gaan we graag met u in gesprek. Stellen we u de resultaten voor van het project en blikken we graag vooruit naar een dementievriendelijk Vlaanderen, waar lokale apothekers een betrouwbare partner zijn en een sleutelrol kunnen spelen. U kan tevens deelnemen aan dit gesprek, want er bestaat een chatfunctie waar u onderaan uw vragen kan stellen en wij zullen trachten zoveel mogelijk van uw vragen te capteren. Tom, onze medewerker, gaat zijn best doen om de meeste vragen te capteren. De vragen die we vandaag niet aan bod kunnen laten komen, zullen we later in de week op onze website beantwoorden. Jullie kunnen ook deze webinar nadien nog herbekijken of terugbekijken op onze website www.vlaamsapothekersnetwerk.be. Mijn naam is Hilde de Nijer, ik ben directeur van het Vlaams Apothekersnetwerk. Ik verwelkom tevens 4 gasten. Jeroen Verschragen namens het Expertisecentrum Dementie, Ilse Smets, mijn collega huisapotheker, Fien van Sint-Jan, die de voorbije 3 jaren het project in goede banen heeft geleid. En we wachten ook nog op de komst van de minister Wouter Beke. Ik geef graag nu het woord aan Jeroen. Hij zal de context eventjes schetsen van dit project en wij gaan met jullie het traject aanstarten. Ook op mijn beurt een goede avond. Het is een beetje vreemd om zo voor geen publiek te staan, maar toch te weten dat er zoveel mensen aan het kijken en aan het luisteren zijn in deze studio vanuit Merksem. Heet ik jullie ook van harte welkom namens het Vlaams Expertisecentrum en onze regionale expertisecentra. FASODEM, het project wil ik u graag eventjes toelichten, zeker omdat we weten dat er een aantal mensen zijn die nu achter hun computer aan het luisteren en aan het kijken zijn. Mensen die van dit project nog amper gehoord hebben of niet weten van waar het komt. Dus toch graag even wat duiding. En ik begin eigenlijk met Anna. Anna is 85 jaar en Anna heeft de gewoonte om regelmatig bij de apotheker langs te gaan om haar medicijn, dat ze zonder voorschrift kan krijgen, om dat medicijn daar te gaan halen. En Anna komt bij de apotheker en vraagt die medicijnen. En ze krijgt die mee, ze betaalt daarvoor. En 2 uur later staat Anna daar terug met hetzelfde briefje voor dezelfde medicijnen. Deze situatie is eigenlijk een voorbeeld zoals we de opleiding hebben gestart voor apothekers. Van wat doe je dan wanneer je daarmee te maken krijgt? Maar wat doe je evengoed wanneer je ziet dat er bij deze dame iets aan de hand is? En wat doe je op het ogenblik dat professionals zich de vraag stellen hoe moet het met Anna verder? Wel, daar kan de apotheker uiteraard een heel belangrijke rol in spelen. Vandaar dat we het FASODEM-project hebben gestart. Het FASODEM-project, farmaceutische zorg voor mensen met dementie. En als we kijken naar het buitenland, dan zien we dat in het buitenland ook wel heel erg wordt gefocust op die nieuwe rol van die apotheker, die naast het verstrekken van medicijnen ook toch wel een raadgevende opdracht heeft. Raadgevende opdracht naar mensen met dementie betekent ook dat je eigenlijk jezelf gaat afstemmen op die persoon en op de behoeften van die persoon. En wanneer dementie in het spel komt, ja, dan heb je toch wel nood aan wat houvast. En dat houvast hebben we getracht te bieden met de FASODEM-map. Een map die bestaat uit een aantal elementen die ik straks eventjes toelicht. Maar ik laat je eerst een filmpje zien dat... Wist je dat mensen hun huisapotheker vaker zien dan hun huisarts?
Dat maakt hen het eerste aanspreekpunt als zorgverlener, maar ook als vertrouwenspersoon. Deze band is nog belangrijker bij mensen met dementie. Apothekers zijn de ideale partner om hen te adviseren over medicatiegebruik, de eerste symptomen van dementie op te merken en hen vlot door te verwijzen naar de huisarts of een gepaste hulporganisatie. Ook mantelzorgers kunnen ze een helpende hand bieden. Die opvolging is niet altijd even eenvoudig. Daarom maken reeds 150 apothekers gebruik van de FASODEM-map. Een handige, praktijkgerichte tool. Een infobundel en online database vertelt je al het nodige om personen met dementie en hun mantelzorgers perfect van dienst te zijn. Wil je nog meer informatie? Klop dan gerust aan bij het expertisecentrum dementie in jouw buurt. Apothekers die al met de FASODEM-map werken zijn zeer enthousiast. En ook hun patiënten natuurlijk. Nu is het aan jou. Stap mee in FASODEM en geef jouw patiënten en mantelzorgers de hulp die ze verdienen. Dat is het filmpje dat we gemaakt hebben om de FASODEM-map, waar alles rond draait eigenlijk en waar al die elementen in zitten, ook een stukje te promoten naar de apothekers toe. Hier is nog sprake van meer dan 250 mensen. Ondertussen zijn er bijna 1000 mensen, 1000 apothekers die de map gebruiken. Nu, wat belangrijk is in dit verhaal, is natuurlijk de nieuwe rol van die huisapotheker. Je hebt de problematiek van dementie en je hebt natuurlijk de vraag van, ja, kent die huisapotheker voldoende over deze problematiek? Als je weet dat 70% van de mensen met dementie gewoon thuis woont, ja, dan is het toch wel een uitdaging om met hen om te gaan. Waarom de apotheker? Wel, het is ook wel duidelijk dat een apotheker heel laagdrempelig is. Je loopt er binnen, je kan er om raad vragen, je kan er als een soort vertrouwenspersoon ook bij. Het is ook, zoals in het geval van Anna, een jarenlange vertrouwensrelatie die je met hem of met haar opgebouwd hebt. En natuurlijk is de apotheker de expert bij uitstek op het vlak van medicatie. Het is ook de persoon die kan bijdragen in het geval dat er beginnende tekenen zijn van dementie. Die tijdige detectie, zo het begin van er is een niet-pluisgevoel, kan ook bij die apotheker een element zijn. En het is de apotheker die op dat ogenblik de signaalfunctie kan opnemen richting mantelzorger, maar ook richting huisarts. Heel belangrijk dat die twee met elkaar ook gaan samenwerken. De medicatie kan worden geoptimaliseerd wanneer dat nodig is. En er is ondersteuning van die mantelzorger bij en van mantelzorgers bij personen met dementie. Ze hebben ook een belangrijke doorverwijsfunctie wanneer er verdere zorgnoden zijn. Het project is gestart in Antwerpen door het expertisecentrum Dementie Vlaanderen, samen met apothekeres Eline Moors, die dit project eigenlijk bij ons in onze werking heeft ingebracht. We hebben heel nauw samengewerkt met het Vlaams Apothekersnetwerk, ook met CAVA, de Antwerpse tak, maar ook met de West-Vlaamse, de beroepsvereniging in West-Vlaanderen, en ook het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde in Leuven. Het resultaat daarvan is die map. Die map die ik u graag even laat zien. Een vrij dikke map waar een aantal elementen in staan en die zijn toch wel belangrijk. Enerzijds is er een kennispakket over dementie, maar ook een e-learning daaraan verbonden. Een elektronisch leerpakket dat apothekers zelfstandig kunnen doorlopen. Medicatie bij dementie met een heel praktische gids, met een geneesmiddelenfiche per medicijn, met een digitale checklist en met patiëntenfolders per medicijn. Met een signalenwaaier rond dementie. Heel belangrijk, wanneer dat je daarmee geconfronteerd wordt, dat de apotheker ook wel weet hoe dat hij daarmee moet omgaan en dat hij ook die mantelzorger verder op weg kan helpen. Een folder, oei, ik vergeet. Ja, en nu? Rond communicatietips, geheugenproblemen en een voorbeeldbrief van als je naar de huisarts gaat, als mantelzorger, heb je heel pak vragen. Ja, dan is het wel belangrijk dat je apotheker jou een document kan geven van vul dat in vooraleer dat je naar die huisarts gaat, want dan ben je iets meer op je gemak. Want wat heb je vaak als mantelzorger voor? Dat is dat je naar die apotheker gaat, dat je naar de huisarts gaat en dat je dan zegt van oei, maar dat had ik nog moeten vragen, dat ben ik vergeten te zeggen. Nee, je kunt het mooi voorbereiden. En ook hebben wij het hulpverleningsaanbod heel mooi in kaart gebracht. Er is een online tool waar die apotheker ook terecht kan om
ja, zichzelf een stuk bij te scholen rond deze problematiek. We hebben vanuit Antwerpen dat helemaal naar Vlaanderen uitgerold, doorheen Vlaanderen, samen ook met het Vlaams apothekersnetwerk, waarbij dat we de map uiteraard up-to-date houden, waarbij opleidingen rond dementie werden georganiseerd en waarbij we de kennis rond dementie beoogden te verhogen. We hebben dat gedaan met hulp van de Vlaamse overheid. In 2018 is er een hoorcollege geweest met IPSA. IPSA is eigenlijk het instituut dat zich bezighoudt met opleiding voor apothekers. En daar zijn meer dan 530 apothekers die dat hoorcollege gevolgd hebben. 1000 apothekers hebben op dit moment die map in bezit. Er is een actieve ondersteuning geweest door de apothekers rond het aspect preventie, want ook dat is natuurlijk een aspect dat niet onbelangrijk is. Hè, van hoe kun je toch een aantal leefstijlaspecten meenemen? En dat geldt niet natuurlijk alleen voor mensen die al dementie hebben, dat geldt vooral voor de mensen die mogelijk ooit dat risico lopen. En in 2019 hebben we 22 workshops georganiseerd over die map, waarbij 400 apothekers werden bereikt. En er werd heel nauw ingezet op hoe communiceert nu die huisapotheker rond omgaan met dementie in de apotheek zelf. En dat is bij bijna 1000 deelnemers geland. Dus om maar te zeggen dat dit heel belangrijke gegevens zijn, een project dat zich op al die terreinen heeft proberen waar te maken met toch wel wat effect in de praktijk. Want dat is natuurlijk wat we beogen, dat er een effect is in de praktijk en dat uiteindelijk de cliënt, de mantelzorger, die, maar ook de persoon met dementie, die bij die apotheker terechtkomt, dat die op de juiste manier wordt verder geholpen. In 2020, dit jaar, is er een kwaliteitsbevorderend programma gestart, het MFO, het medisch-farmaceutisch overleg, zoals we dat heten, over dementie, waar later nog verder zal worden op ingegaan. We hebben natuurlijk, en de minister komt straks, ook een aantal aanbevelingen voor de overheid en die zijn niet onbelangrijk. Wat we het belangrijkste vinden in dit geval is dat heel het project, maar gewoon de aandacht rond farmaceutische zorg voor personen met dementie, dat die wordt meegenomen in een nieuw te ontwikkelen dementieplan. We hebben 2 dementieplannen gehad. We vragen aan de nieuwe minister om uiteraard een 3e nieuw geüpdate dementieplan te voorzien. We vinden ook belangrijk dat er verder wordt ingezet op preventie van dementie. We weten ook dat er veel meer wetenschappelijke evidentie rond is en ook daar zal aandacht moeten aan besteed worden. En natuurlijk is het zo dat er een aantal eigentijdse overlegplatformen zijn vandaag. We hebben daar ook nood aan. We hebben ook de COVID-19-crisis nu gezien. En wat leren we daaruit? Ja, dat is dat hulpverleners elkaar ook wel heel nauwgezet moeten vinden, op het juiste moment moeten vinden. En we vinden het ook belangrijk dat die dynamische overlegplatforms, die eerste lijnzones, dat die goed communiceren met de ziekenhuizen, maar dat ook de apothekers die daarin zitten ook daarin naar waarde worden geschat. En dus dat die elementen, zoals die zijn opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord, ja, dat die ook tot resultaat gaan leiden. We vinden het ook belangrijk natuurlijk dat er een continue aandacht is voor dementie in de apotheek. En ik denk dat ook de nieuwe apothekers die vandaag opstarten, ook natuurlijk de anderen, maar zeker de nieuwe apothekers, ook veel meer aandacht hebben aan een persoonlijk gesprek met die mantelzorger. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat gesprek, dat er kan komen en dat je uiteindelijk ook ziet dat daardoor het gevoel van ik sta er niet alleen voor, er is toch ook nog mijn vertrouwde persoon, mijn vertrouwde huisapotheker, waar ik een gesprek mee kan hebben. En tenslotte denk ik dat het belangrijk is dat we zeggen, kijk, medicatie en dementie, het zijn dingen die we eigenlijk een stukje moeten vermijden dat die veel gebruikt worden. Dat in eerste instantie. We moeten natuurlijk wel zien dat op het ogenblik dat de diagnose gesteld is, dat we weten waar het over gaat, dat bepaalde vormen van medicatie echt wel ondersteuning kunnen bieden en dat daar natuurlijk dat advies heel belangrijk is. Maar als het gaat bijvoorbeeld over mensen die in een situatie komen van moeilijk hanteerbaar gedrag, onbegrepen gedrag, zoals we dat
dat noemen, ja, dat daar niet meteen naar medicijnen wordt gegrepen op het eerste moment, maar dat eerst naar de oorzaken wordt gekeken van het probleem, dat dat goed wordt in kaart gebracht, dat dit ook met de huisarts heel goed wordt bekeken, met de omgeving, met de mantelzorger die de persoon uiteraard heel goed kent. Dat we ook rekening moeten houden met wat we noemen een stuk façadegedrag. Dat betekent dat wanneer iemand zich aanmeldt bij de apotheker, dat hij zich veel beter kan voordoen dan dat hij in werkelijkheid is. En dat je eigenlijk vanuit heel die problematiek heel concreet de Anna, waar ik het net over had, ook wel heel goed kunnen helpen, heel goed kunnen ondersteunen. We gaan de dementie niet kunnen wegnemen, maar we gaan wel, denk ik, kunnen zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Dat heeft dit project ook wel bewezen. Daar gaat Fien van Sint-Jan straks iets over zeggen, heel concreet wat dit betekent en hoe dit in die opleidingen is verankerd geraakt. Ik dank jullie alleszins voor het luisteren en voor het kijken. Dank je wel, Jurn. Ik denk dat we hierdoor wel heel goed begrepen hebben, ook voor alle aanwezigen die vandaag mee aansluiten aan het virtuele debat, waar Fasodem om draait. Heel erg belangrijk, Ilse, ik heet jou van harte welkom in mijn bescheiden studiootje voor de gelegenheid deze avond. Ilse is een gedreven collega huisapotheker. En wat mij vooral interesseert, Ilse, wat was jouw motivatie om deel te nemen aan dit project? Wel, als apotheker hebben we echt een vertrouwensband met onze patiënten. We hebben de luxe om hen gedurende verschillende jaren hun gezondheid mee op te volgen. En we zijn dan ook geplaatst om als eerste die symptomen, die lichte veranderingen in gedrag, die kunnen wijzen op geheugenproblemen, op te merken. En ik denk dan heel concreet aan een dame die altijd heel netjes gekleed is, die plots meer onverzorgd is, die naar de apotheek komt zonder haar tanden, die haar niet gedaan heeft. Dat zijn zaken die opvallen. Ook mensen die dat heel vlot kunnen werken met de smartphone, met bankcontact en ineens niet meer weten waarvoor het dat dient. Dat zijn zaken, dat valt op. Dat geeft het niet pluisgevoel. En dankzij de tools in de map heb ik echt kunnen leren om dat bespreekbaar te maken met die patiënt op een niet-confronterende manier en hem ook door te verwijzen of eventueel zelf contact op te nemen met de huisarts. Je verwijst ook naar de apotheker als geneesmiddelenspecialist. Hoe ga jij ermee om wanneer mensen hun diagnose krijgen? Want ik kan mij best inbeelden dat wanneer je net een diagnose krijgt van dementie, ja, dat heel erg ongemakkelijk is. Hoe zie jij jouw rol? Hoe ga jij daarmee om als hun huisapotheker? Dat klopt. Mensen die voor het eerst in de apotheek staan na de diagnose met een voorschrift, die weten eigenlijk van geen houtpijlen meer maken. En het is belangrijk dat we op dat moment voldoende tijd nemen om een heel grondige eerste uitgifte te doen. Ook in de map hebben we daarvoor tools gekregen. We doen dat dan ook iets meer onder geschreven vorm, zodanig dat de mensen dat nog kunnen nalezen thuis. Ik geef ook altijd mee dat we bereikbaar zijn voor vragen. Doe alles wat niet onmiddellijk duidelijk is en niet gevraagd wordt, kan achteraf nog besproken worden. En wat ook heel belangrijk is dat we op dat moment ook direct een medicatieschema opmaken. Want dat medicatieschema dat wordt dan een communicatiemiddel tussen de apotheek, de verpleegkundige eventueel, de huisarts, maar ook de patiënt en zijn mantelzorger. Dat wordt echt nog heel belangrijker in het verdere traject. Je verwijst terecht ook naar de mantelzorgers. Wij onderschatten denk ik allemaal heel erg vaak wat de impact kan zijn voor familieleden en mantelzorgers wanneer een persoon de diagnose krijgt van dementie. Hoe ga jij dan vanuit jouw rol als huisapotheker om met de mantelzorgers, met de familie? De mantelzorgers die rollen daar eigenlijk als het ware wat in. Die leveren informele zorg, maar wel ontzettend belangrijke zorg. Dat begint met één keer in de week boodschappen te doen voor de grootmoeder. En voordat je het weet, zijn de 24/7 bereikbaar. Dus dat wordt snel ook heel zwaar. En vanuit het pakket heb ik geleerd om alert te zijn voor signalen van overbelasting, het gesprek aangaan, tips te geven. Maar ik heb ook een bredere kijk gekregen op het zorglandschap en ik kan ook veel beter doorverwijzen. En het is toch wel een heleboel als ik het zo hoor. Hoe heb jij tot op heden de aanpak van dit project ervaren? Wel, voor mij is de zorg voor iemand met dementie dat is eigenlijk een multidisciplinair traject. Dat ligt niet in handen van één zorgverlener. We moeten daar echt wel samenwerken. En ik heb een heel mooi voorbeeld uit de praktijk. Een dame, een patiënte van mij, een heel fiere dame, wil zo lang mogelijk zelfstandig zijn, maar heeft dementie. Wil ook niet naar een woonzorgcentrum, zolang als dat we het kunnen uitstellen, liever niet. En zij gaat op consultatie naar de huisarts en ze kwam bij mij in de apotheek haar geneesmiddelen halen. Maar eens thuis bleken die doosjes verloren te gaan.
En ik had dat niet direct door, maar op een gegeven moment werd dat probleem zo groot dat de verpleegkundige toch aan de alarmbel trok en signaleerde dat het echt een probleem was. En we zijn dan gaan samenzitten, de patiënt met de mantelzorger, de verpleegkundige, de huisarts en ik. En we hebben dan een evenwicht proberen zoeken tussen enerzijds haar wens om zelfstandig te kunnen blijven leven en te kunnen blijven boodschappen doen en anderzijds een veilig geneesmiddelengebruik. En we zijn dan uitgekomen op een systeem waarbij de verpleegkundige signaleert aan de huisarts welke geneesmiddelen erop zijn. De huisarts bezorgt de voorschriften aan mij. En wanneer die dame bij mij in de apotheek komt, geef ik de medicatie die voorgeschreven is mee in een afgesloten zak. Die zak moet ze dan overhandigen aan de verpleegkundige en die zet dat dan in een afgesloten kast. Dus eigenlijk een win-win, want wij zijn zeker van een veilig geneesmiddelengebruik en die dame die kan nog altijd zelfstandig naar de apotheek komen. Hoor ik het dan goed, Ilse, als jij zegt van ja, de zorg opnemen voor personen met dementie is niet alleen een taak van de apotheker, maar ik hoor hier bij jou toch ook een heel sterk pleidooi voor een meer multidisciplinaire, meer geïntegreerde aanpak? Ja, dat klopt. Ja. En hoe ervaar jij de opstart nu van de eerste lijnzones? Kan de opstart van de eerste lijnzones een manier zijn om meer toe te werken naar een dementievriendelijke maatschappij? Dat denk ik wel. De bedoeling van de eerste lijnzones is om zorg en welzijn en lokale besturen beter op elkaar af te stemmen, elkaar te leren kennen en overleg te plegen. Heel concreet denk ik dan aan een heel efficiënt multidisciplinair overleg. Wat mij betreft mag dat zelfs digitaal gebeuren. Maar dan denk ik ook aan gezamenlijke opleidingen waarbij we kunnen leren van elkaar en weten wat elkaars sterke punten zijn. Dat is nu nog niet altijd even duidelijk. En ook een goede organisatie van de zorg die we bij de mensen aan huis leveren. Dat moet eigenlijk heel goed gestructureerd worden. Het zou misschien niet slecht zijn mochten we de kans krijgen om dat eens uit te testen in een eerste lijnzone. Ja, bij deze denk ik. Ik denk dat er een hoop mensen meevolgen die ook actief zijn op eerste lijnzoneniveau. Dus misschien kunnen zij ons nadien eventjes contacteren. Maar tenslotte toch nog een laatste vraag. Als ik het zo allemaal beluister, het komt er toch wel even bij. Ik kan mij inbeelden dat heel wat collega's dit nu aanhoren. Ze hebben ook de dikke map al even gezien die Jurn heeft getoond. Van, ja, hoe praktisch is dit nu haalbaar in de apotheek? Het vraagt een tijdsinvestering. Hè. Daar wil ik je niet onnozel over doen. Maar eens dat je dat doorhebt, eens dat je die materialen hebt doorgenomen, alert bent op die eerste symptomen van dementie, eens dat je dat allemaal onder de knie hebt en je hebt dat wat kunnen uittesten met een paar patiënten en soms gaat dat goed, soms wordt dat minder goed onthaald. Maar je leert daar heel snel uit en van zodra dat je dat onder de knie hebt, wordt dat een automatisme. Dus op die tijdsinvestering, die moet je wel leveren, maar je haalt dat er direct uit. Een ander probleem, daar kunnen we niet altijd aan doen, is de tijd vrijmaken om dat gesprek aan te gaan. Die is er niet altijd. Maar het praktische, het instuderen van de tools, dat gaat eigenlijk heel vlot om ze nadien toe te passen. Prima, Ilse. Bedankt voor jouw getuigenis. Ik denk dat het heel wat collega's zal oproepen en stimuleren om ermee aan de slag te gaan. En ik hoop ook dat de drempel voor personen met dementie, maar ook voor hun familieleden, voor hun mantelzorgers, mochten zij al twijfelen aan de laagdrempeligheid van de lokale huisapotheker, dat zij bij deze overtuigd zijn. Nu, we hebben 3 jaar een project gelopen. Het is nogal logisch als je 3 jaar een project loopt in samenwerking met het expertisecentrum, maar ook met de steun van de Vlaamse overheid. En intussen mogen wij ook de minister verwelkomen dat er facts en figures moeten opgeleverd worden. Dus Fien, ik ben heel erg benieuwd om te horen welke facts en figures het project heeft opgebracht. Oké. Okay. Dag Fien. Dag Hilde. Dag allemaal, goedenavond. Ik kom jullie de resultaten van ons 3-jarig project voorstellen. Ik kan natuurlijk niet alle resultaten voorstellen, want dat zou ons zeer ver brengen en ook ja, de webinar veel te lang maken. Maar ik heb de belangrijkste resultaten eruit gehaald. Nu, Jurn heeft het er al over gehad. Wij hebben de apothekers vooral willen opleiden om ervoor te zorgen dat personen met dementie in een warme en veilige omgeving eigenlijk hun zorg kunnen krijgen van de apothekers. We hebben verschillende opleidingen georganiseerd. En dit zijn eigenlijk de 3 belangrijkste die wij hebben ontwikkeld. Enerzijds waren er de hoorcolleges. Er staat enkel bij hoorcolleges in samenwerking met IPSA. Maar we hebben eigenlijk voor al onze opleidingen heel sterk kunnen rekenen
op ons opleidingsinstituut, waar wij toch zeer dankbaar voor zijn. Anderzijds hebben wij een apinto of een workshop georganiseerd waar apothekers echt hands-on met de map aan de hand van casussen aan de slag gingen. En als laatste was er dan de opleiding rond communicatie. Die hebben wij eerst live georganiseerd. Maar omdat de apothekers die daar zaten zo enthousiast waren, en ons opleidingsinstituut ook, hebben wij die eind februari opnieuw herhaald. Maar dan in de vorm van een webinar die nog altijd te zien is. En zoals jullie kunnen zien zijn er toch wel heel wat inschrijvingen geweest. De webinar rond communicatie is ook nog altijd beschikbaar, dus kan door apothekers nog altijd opnieuw bekeken worden. Naast die drie opleidingen zijn er ook nog twee e-learnings ontwikkeld. Eentje die dat bij de Fasodem-map zelf hoort. En dan nog één die ook ontwikkeld werd door IPSA naar aanleiding van onze workshops. En als laatste wil ik ook meegeven dat eigenlijk al onze opleidingen goed tot zeer goed zijn ontvangen. Dus dat is toch wel heel positief. Ondanks dat er soms heel veel verschillende sprekers waren en toch heel veel verschillende workshops werden georganiseerd, is alles toch heel vlot verlopen. Ik zou ook nog eventjes willen meegeven dat, dus, ik zei het daarnet al, de opleiding rond communicatie is eind februari van dit jaar doorgegaan. Wat dus wil zeggen dat eigenlijk vlak voor de gezondheidscrisis viel. We hebben bevragingen daar rond gedaan. En apothekers die opleiding hebben gevolgd, zijn ook bevraagd geweest. Maar we weten dat we dan natuurlijk met een korrel zout moeten nemen, omdat zij in uitzonderlijke omstandigheden hebben moeten werken. De eerste bevraging die wij hebben gedaan, hebben wij gedaan vlak na het hoorcollege. En daarbij hebben we gekozen voor een voor- en een nameting. En dat omvatte een deel een kennistest en een deel van hoe voelt je je nu eigenlijk, hoe sterk staat je nu in je schoenen. En als we dan kijken voor de les en na de les, puur naar de kennistest, zie je toch dat er een goede stijging was qua kennis. Daar zijn we toch wel blij mee, maar het kan nog altijd een beetje beter. Maar vooral, denk ik, het gevoel van hoe sterk sta ik nu in mijn schoenen is eigenlijk toch wel heel sterk verbeterd. Je kan voor de les eigenlijk zien dat er eigenlijk amper apothekers waren die zeiden van ik voel me sterk genoeg in mijn schoenen staan om die zorg voor personen met dementie aan te gaan. En na de les waren toch al bijna de helft van de apothekers die het gevoel hadden van ik sta sterk in mijn schoenen en ik ga die uitdaging aan. Dus we wisten op die moment dat is goed, maar we moeten nog meer doen. Dan zijn we... Goedenavond, minister. dan hebben we dus onze workshops georganiseerd rond de Fasodem-map. En kort aansluitend hebben we ook de webinar en de live les rond communicatie met personen met dementie georganiseerd. We hebben vlak daarna voor de eerste keer onze bevraging gelanceerd. Vlak na de apinto's, na de workshops met de Fasodem-map. En die is uitgewerkt in samenwerking met de KU Leuven. Enkele algemene gegevens over die bevraging. Dus we hadden in totaal 174 respondenten. Dat is niet zoveel, maar daar kunnen we toch al wel heel wat uit leren. En van die 174 waren er 112 die de bevraging volledig invulden. Ik neem wel het maximum aantal data mee, dus ook de personen die niet alle vragen hebben ingevuld, neem ik toch het deel dat ze wel hebben ingevuld mee in de analyses. Dus we hebben een eerste keer de bevraging gelanceerd in de periode van eind vorig jaar tot februari dit jaar. En dan hebben we eigenlijk ervoor gekozen om de bevraging vorige week te herhalen. Specifiek dan voor de apothekers die de opleiding rond communicatie hebben gevolgd. Dat is een beetje later dan we hadden verwacht. Normaal wouden wij dat in april herhalen, maar dat was onmogelijk om daar een iets wat betrouwbaar resultaat uit te krijgen. Vandaar dat we het nog een beetje hebben uitgesteld. Ik vergelijk altijd de data van de mensen die één, meer of bepaalde specifieke opleiding hebben gevolgd met data van mensen die hebben aangegeven dat ze totaal geen opleiding hebben gevolgd. Dus 30 van onze respondenten hebben totaal geen opleiding gevolgd en hebben wel de bevraging ingevuld.
Allereerst gingen we kijken naar hoe kijkt de apotheker nu naar de patiënt met dementie en wat vindt hij nu eigenlijk dat hij moet doen voor de zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Dus we hebben daar in totaal 15 vragen rond opgesteld. Vragen van... ik vind dat het de taak is van de apotheker om door te verwijzen wanneer ik symptomen herken of wanneer de symptomen verergeren. Ik vind dat het de taak is om een medicatiereview uit te voeren voor personen met dementie, om medicatie aan huis te leveren. Dus dat ging puur over de attitude. Op de volgende slide zien jullie dat dus alle zwarte items zijn de items waarop dat we geen significante stijging hebben gezien in houding tegenover die stelling. Ik geef ook nog een beetje meer duiding. Het nummertje 1 staat hier opzij, wijst op een apotheker die één of meerdere opleidingen heeft gevolgd, los van welke soort opleiding. Dan de apothekers die de hoorcolleges hebben gevolgd, de apothekers in Apinto hebben gevolgd, die in opleidingen voor communicatie hebben gevolgd. En dan, nummertje 5, zijn de apothekers die daar actief aan de slag gaan met de map in de apotheek. Dus ik vind dat toch wel positief dat eigenlijk de attitude al op heel wat items stijgt. Ze vinden dat het de taak is om door te verwijzen wanneer symptomen worden herkend of verergeren. Ze vinden het ook de taak van de apotheker om de persoon te ondersteunen en te luisteren naar bekommernissen. Het is belangrijk om de medicatiehistoriek te kennen, de bijwerkingen van de medicatie specifiek voor dementie op te volgen. Het is belangrijk om informatie te verstrekken specifiek over dementie en wat je kan verwachten in het ziekteproces. Het is belangrijk om individuele medicatievoorbereiding, dus EMV, uit te voeren. Ze vinden het ook de taak om medicatie aan huis te leveren, informatie aan te bieden over het ondersteuningspakket, ook voor de mantelzorgers. En informatie aanbieden over hoe de persoon zelf en de mantelzorgers kunnen omgaan met symptomen van dementie. Nog veel belangrijker is eigenlijk, wat is er nu in de praktijk gebeurd? Want het is goed dat de attitude is verbeterd, maar wat is er nu in de praktijk gebeurd? En wat gaan apothekers nu eigenlijk significant meer dingen doen? En hier zien we dat de resultaten nog veel beter zijn dan gewoon bij de attitude. Er zijn hier eigenlijk maar 2 items waar geen significante verbetering op is. Dus opnieuw, rond symptomen zeggen apothekers van ik verwijs nu veel sneller door. Ik ondersteun mijn patiënten en de mantelzorgers meer. Ik ben nog meer aandachtig voor die therapietrouw. Ik ken de medicatiehistoriek nog beter. Ik volg met de bijwerkingen grondig op. Ik vind het belangrijk om een vertrouwensband te hebben met die persoon. Ik geef informatie mee. En ik doe aan IMV bij die personen. Ik lever aan medicatie aan huis, wat zeker niet evident is. Ik geef informatie mee over ondersteuning en ik geef informatie mee over hoe omgaan met personen met dementie. En je kan zien dat er een paar items zijn die dat eigenlijk enkel significant stijgen voor apothekers die daar actief aan de slag gaan met de map. Zoals ik heb informatie over ondersteuning of ik volg de therapietrouw goed op. Dus dat wil toch wel zeggen dat die map op zich, los van alle opleidingen, ook een sterke impact heeft op enkele items toch wel. Nu moeten we toch ook wel eventjes kijken, hoe komt dat, dat sommige items niet stijgen? En als ik dan ga kijken in de data, zie ik eigenlijk dat qua attitude, alle items die daar, waar geen significante verbetering op is, daar vinden eigenlijk de apothekers die daar geen opleidingen op gevolgd hebben, ook dat het hun taak is, dat het de taak is van de apotheker om dat op te volgen. Dus vandaar verklaren wij eigenlijk, kunnen we verklaren waarom dat er geen significante stijging is. Het was een score van 1 tot 5 dat ze moesten geven. En op al die items zien we eigenlijk een gemiddelde score van meer dan 4 op 5, ook bij de apothekers die geen opleiding hebben gevolgd. In de praktijk dan zijn er
twee items waar geen significante verbetering was. En dat zijn de items, ik voer een medicatiereview uit en ik spoor geneesmiddelengebonden problemen op en reik oplossingen aan. Die twee ja, die hebben heel nauw met elkaar te maken. En uiteraard, het opsporen van problemen is deel van die medicatiereview. En het is jammer genoeg nog zo dat medicatiereviews nog vrij nieuwe materie zijn voor de apothekers. En heel veel tijd en aandacht vragen. En eigenlijk ook een echte interdisciplinaire aanpak ook vragen. Dus dat is niet zo evident. Dus ik hoop dat in de toekomst, als de eerste lijnzones beter zijn uitgewerkt, of als ons MFO-pakket ook helemaal op punt staat en wordt uitgerold, dat we toch ook een stijging zullen zien op die items. We hebben ook gevraagd aan de apothekers, ja, wat houdt u nu tegen om met die Fasodem-map actief aan de slag te gaan in de apotheek? Want er zijn effectief apothekers die de map wel hebben, maar nog niet echt gebruiken in de map. Of wat verhindert u om echt actief de zorg op te nemen voor personen met dementie en mantelzorgers? Wat dat heel veel apothekers aangeven, is ja, zowel de tijd als de ruimte in de apotheek ontbreekt. Zoals Ilsen al zei, om u te verdiepen in de map. Het vraagt even tijd. Het is een dikke map, zoals we hebben gezien. Maar het loont natuurlijk wel om u eventjes die tijd te nemen en u erin te verdiepen. Maar ook voor de begeleiding van de patiënt. Het is niet altijd gemakkelijk om even 10 minuten of veel langer vrij te maken om een uitgebreid gesprek te hebben met de patiënt. En ook ja, de ruimte. Dat zijn natuurlijk gevoelige gesprekken die dat best niet gebeuren, waar nog andere patiënten bij staan. Ook misschien best in een rustige omgeving. Wat dat ook wordt aangegeven, is dat er geen implementatie is van het materiaal in de software. Dus dat zou nog een goed verbeterpunt zijn. Dus als iemand bijvoorbeeld een eerste keer om de medicatie voor dementie komt, dat er een pop-up komt rond de Fasodem-map of met links naar tools die zij kunnen printen en meegeven aan de patiënt of de mantelzorger. En waar dat we het ook al over hebben gehad, is die multidisciplinaire ondersteuning. Heel veel apothekers geven aan, ik wil wel, maar ik kan het niet alleen. Ik heb echt hulp nodig van de huisarts om eigenlijk samen en de verpleegkundige om samen die zorg te gaan verbeteren. En dan de conclusie. We hebben een heel pakket van opleidingen aangeboden. En heel vaak dachten we zowel, is het nu niet wat te veel? Is er niet wat verzadiging? Maar ik denk zeker met de laatste opleiding rond communicatie die we hebben gedaan, dat hadden we totaal niet verwacht. Er zijn al meer dan 1000 apothekers die die opleiding hebben gevolgd. Ik denk dat net de uitgebreidheid en de verscheidenheid van de verschillende pakketten ervoor zorgt dat apothekers echt er zich heel diep in kunnen verdiepen. Dat er eigenlijk voor elk wat wils is, dus dat het niet puur theoretisch is, maar ook heel toegepast. We hebben een hele mooie map die heel bruikbaar is en die ja, apothekers echt een leidraad geeft om die ondersteuning te bieden. Ik zeg het al, ik heb het over ondersteuning. Dus implementatie in het algemeen, dus ook van die Fasodem-map, vraagt een interdisciplinaire aanpak. Dus als we die zorg voor de personen met dementie en hun mantelzorgers nog verder willen verbeteren, moeten we meer gaan samenwerken. Er is ook meer ondersteuning nodig in tijd en in middelen. En ondersteuning vanuit de software zou ook een mooie aanvulling zijn. Dus voilà, dat waren in een notendop de resultaten van ons project. Dank u wel, Fien. Zoals jullie het gehoord hebben, zijn er ruim 1000 apothekers die het Fasodem-traject hebben gevolgd. En de minister is net op tijd gekomen om enerzijds de conclusies te horen. Ik denk ook nog een stukje de getuigenis van collega Ilse, die het ook in de praktijk heeft omgezet. Maar we hebben toch gezien dat de voorbije 3 jaar hebben we heel erg ingezet op de vaardigheden rond farmaceutische zorg. Maar zoals Fien het aanhaalde, maar ook Jurn bij het begin, heel het verhaal rond preventie, sensibilisatie is ook heel erg belangrijk. We hebben ook gemerkt dat het niet eenvoudig is om dergelijke problematiek
in de apotheek bespreekbaar te maken. Niet alleen binnen het team, maar ook naar de personen met dementie toe, naar hun mantelzorgers. En dat is de reden waarom wij toch vragen en uitkijken naar een vervolgtraject waar we een drietal aanbevelingen in grote lijnen hebben geselecteerd. En dan denk ik dat Tom een volgende slide gaat presenteren. Voilà. De adviezen voor ons beleid die vanuit het Vlaams Apothekersnetwerk worden gegeven. We hebben gezien dat de Wereldgezondheidsorganisatie in 2016 al een belangrijke rol heeft toebedeeld aan dementie in het gezondheidsbeleid. En we noteren daar een zevental domeinen van. Een aantal van die domeinen hebben wij al behandeld, dacht ik, zoals ik zowel begrepen heb van Jurn als ook van Fien. En we kunnen er op een aantal inzoomen. Hè. Dementie als een prioriteit voor volksgezondheid. Het lijkt evident, maar dat is het niet altijd. Bewustzijn creëren over dementie, niet alleen voor de personen met dementie, maar ook voor de mantelzorger, voor de familieleden. De reductie van het risico is heel erg belangrijk. Fien heeft heel erg ook ingezet daarnet over het belang van goede zorg, kwaliteitsvolle zorg, medicatiebeleid. Ilse gaf daarnet ook aan, mantelzorgers rollen er wel vanzelf in, maar we mogen het niet zomaar vergeten. Informatiesystemen, hoe gaan we de informatie die we hebben multidisciplinair met elkaar gaan delen? En het is misschien een open deur intrappen, maar ruimte creëren voor onderzoek en innovatie is uiteraard belangrijk. Nu, zoals ik al zei, we hebben vanuit dit project, vanuit het traject dat we gelopen hebben, op een aantal zaken wel ingezet, maar we willen toch de komende jaren hopelijk, en met de steun liefst van de Vlaamse overheid, op die drie niveaus verder ingaan. Drie niveaus verder de verdieping doen van de vaardigheden van de apotheker, maar ook vooral ja, meer ruimte en tijd maken, ook specifiek voor het verhaal van sensibilisatie, oriëntatie. We hebben met name ook nu gezien tijdens de COVID-crisis dat die apotheker wel de meest laagdrempelige zorgverstrekker was, die van dag één zijn deuren open hield, moest openhouden, maar hij heeft het ook gedaan. We hebben onze plexitogen geïnstalleerd. Vaak waren wij de enige zorgverstrekker die bereikbaar was voor de burger, voor de patiënt. En we zien dat we op die manier toch ook heel wat kwetsbare vragen kunnen capteren. Een ander mooi voorbeeld is daar ook het Masker 19-verhaal, die ook door u werd opgepikt. We merken daar dat we toch heel laagdrempelig zijn voor mensen die kwetsbaar zijn in deze maatschappij en waar we ervan uitgaan dat elke vraag die we capteren hopelijk een meer verzorgde patiënt is en of een slachtoffer als het gaat over interfamiliaal geweld bijvoorbeeld, een slachtoffer minder. Een heel sterk pleidooi heb ik ook gehoord vandaag voor het multidisciplinaire aspect. Ik begrijp dat we dat als apotheker niet alleen kunnen doen. Dementie, de zorg voor personen met dementie is zo complex dat wij daar maar een heel klein schakeltje zijn en dat er nood is aan multidisciplinaire samenwerking, geïntegreerde aanpak. De eerste lijnzones. In Vlaanderen zijn 60 eerste lijnzones een feit. In alle eerste lijnzones zijn ook apothekers heel erg actief. En wij denken dat het een uitdaging is om op niveau van die eerste lijnzones hard te gaan werken. In de volgende dia zoomen we nog wat meer in over ja, het aspect van die lokale huisapotheker. Een aanpak in een nieuw dementieplan is al aangehaald. Ik denk dat dat het kader moet zijn waarin we de komende jaren rond personen met dementie kunnen gaan werken. Kennis en expertise van de apotheker verder uitdiepen. Het is een evidentie, maar het is allemaal niet zo eenvoudig. De tools die we hebben uitgewerkt, het is er een heel pak, maar we hopen dat er ook nog medisch-farmaceutisch overleg kan verder uitgewerkt worden. Dat we ook kunnen gaan inzetten meer op die therapietrouw, want dat blijkt ook uit de resultaten van het rapport. Dat hoewel het evident lijkt dat mensen met dementie hun medicatie goed nemen, zo eenvoudig blijkt het toch niet te zijn. Heel het aspect rond preventie, sensibiliseren, het capteren van die zorgvraag is toch ook een heel erg belangrijke.
Flexibilisering is ook belangrijk. We hebben gezien in de voorbije weken dat apothekers veel meer dan vroeger uit hun kot zijn moeten komen. De meeste mensen moesten in hun kot blijven, maar wij moesten uit ons kot gaan, omdat heel wat mensen bang waren om naar de arts te gaan, maar ook naar hun apotheker. En we hebben eigenlijk heel veel thuisleveringen gedaan. Dat is ook een oproep naar onze collega's toe, om daar veel meer naar de toekomst ook proactief mee om te gaan. Het multidisciplinaire aspect is ook heel belangrijk. Het is hier al een paar keer aangehaald. Het medisch-farmaceutisch overleg. Het stimuleren van samenwerken. We zitten allemaal, denk ik, al heel goed geschoold. De arts heeft zijn eigen richtlijnen. Wij hebben nu een heel pakket. Thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten. De uitdaging zal erin bestaan dat we meer gaan samenwerken, meer geïntegreerd. Transmurale gegevensdeling. Niet alleen binnen de eerste lijn, maar ook wanneer een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis, terug ontslagen wordt, zien we dat daar toch ook wel heel wat problemen zijn. En een performant medicatiebeleid. Ook de voorbije crisis heeft aangetoond dat met name woonzorgcentra niet altijd optimaal georganiseerd zijn. Ik ben ervan overtuigd dat na deze crisis er ook andere innovatieve woonvormen gaan ontstaan, waar de lokale apotheker een belangrijke rol kan spelen. We hebben dat trouwens tijdens de voorbije maanden ook opgevangen in de schakelzorgcentra. En soms durven we het misschien ook wel eens vergeten, de voorzieningen met mensen met beperking. Ook daar zitten heel wat mensen die op een gegeven moment de diagnose van dementie krijgen. Dat is ook een hele uitdaging om ons als lokale apotheker daarop voor te bereiden. En dan de eerste lijnzones. Het is een gedroomde kans, denk ik, om alles wat we al gezegd hebben op voorhand in die eerste lijnzones te kunnen gaan toepassen. Populatiemanagement gaan uitwerken. De kwaliteit van zorg ook aan de hand van kwaliteitsindicatoren bepalen. Want het is allemaal wel dat we praten over kwaliteit, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat kunnen gaan meten. We hebben daar ook het Vlaams Instituut Kwaliteitszorg voor, die ons daar kan bij ondersteunen. En het is hier al herhaaldelijk keren gezegd, ja, dat zorgnetwerk is heel erg belangrijk. Het inkantelen van de expertise die de apotheker heeft, maar ook van de arts in een meer geïntegreerd breed onthaal. Ook kijken naar vraaggestuurde ondersteuning. Het lijken evidenties, maar het zijn niet altijd evidenties. Dit is in notendop de aanbevelingen die we vanuit het traject die we gelopen hebben durven formuleren naar de minister. U bent hier namens ook de Vlaamse overheid. We hebben het ook kunnen lezen in de beleidsnota en in het Vlaams regeerakkoord dat er de bereidheid is om te gaan werken naar een nieuw dementieplan. Maar ik ben eens benieuwd om te horen, als u dit hier allemaal hoort, ja, misschien eventjes luisteren. Hoe ziet u de rol van de apotheker naar de toekomst evolueren en dan specifiek natuurlijk voor de opvang van personen met dementie? Ja, we hebben de voorbije maanden bijzonder uitdagende tijden gekend voor alle zorgverstrekkers, maar niet in het minst ook voor de apothekers. En ik denk dat dat een periode geweest is waarin nog eens het belang van de apotheker in zijn wijk, in zijn buurt, maar ook in de eerste lijn toch wel heel sterk naar voren is gekomen. Hè. Want zoals u zelf heeft gezegd, de apotheek is dikwijls de enige zorgverstrekker geweest die heel laagdrempelig bij de mensen tot de mensen kon komen of omgekeerd. Huisartsen waren moeilijker te bereiken, alleszins psychologisch was dat zo. Hè. Men had zoiets van, die mensen die staan aan het front, die mogen nu niet lastigvallen, ook vele anderen. En zelfs bij de apothekers was er soms een drempel. We hebben daar verschillende keren toe opgeroepen om te zeggen, ja, nee, ze zijn er en ze zijn er voor u. Maar niet alleen als apotheker, maar ook als doorverwijzer naar andere zorg. Om aan mensen te kunnen zeggen, ja, maar het is wel belangrijk dat je toch naar uw dokter gaat, dat je toch naar uw kinesist gaat, dat je toch, als het noodzakelijk is, naar die zorgverstrekkers gaat die op dat ogenblik noodzakelijk zijn. En in die zin zijn het ook wel boeiende tijden geweest, omdat het belang van zorgverstrekkers in het algemeen, de eerste lijnzones in de nieuwe architectuur die daar staan, maar toch ook van apothekers in het bijzonder, dat belang dat is wel aangetoond. Ik was er al langer van overtuigd, maar nu zijn denk ik velen daarvan overtuigd en ik denk dat we die overtuiging ook moeten vasthouden.
Want we komen nu in een nieuwe fase terecht, los van de crisis. Maar die eerste lijnzones die staan 1 juli echt in de stijgers. Dus we moeten daarmee aan de slag. We kunnen daarmee aan de slag. En die interdisciplinariteit waar ook naar verwezen heeft, ja, dat is natuurlijk de toekomst. Als we kijken naar datgene wat voor ons staat. 2025 wordt het jaar waarin dat, we 80 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog beleven. En waarom zeg ik dat? Omdat vlak na de Tweede Wereldoorlog de babyboom-generatie er gekomen is. Wie is de groep van mensen die het meeste zorg nodig heeft? Dat zijn 70-plussers, 80-plussers. Dat is dus deze generatie. Hè. Onze zorg zal hoe langer hoe meer een ouderenzorg worden. Dat heeft met demografische factoren te maken. Dat heeft ook met andere factoren te maken. Gezondheid is veel meer een issue dan het ooit geweest is. Op het preventieve vlak, dat is een goede zaak. Mensen dragen daar zorg voor, hebben wearables, hebben allerlei zaken, worden daartoe aangespoord. We hebben tal van initiatieven lopen om aan te geven hoe belangrijk dat is. Na deze coronatijd ben ik er ook van overtuigd dat er meer mensen met de fiets zullen gaan werken dan dat ze een auto zullen nemen, als het enigszins kan. En andere zaken. Maar goed, dat wil niet zeggen dat er geen nood meer aan zorg zal zijn. Ze zal een stukje verschuiven. Hè. Ik denk dat ook de ziekenhuiszorg meer en meer een oudere zorg zal worden. Waarbij dat de korte opnames, de dagopnames, zijn voor een grote groep van mensen, maar niet voor iedereen. En waarbij dat de kortere opnames of langere opnames toch eerder ook voor deze groep en populatie zal zijn. Waarbij dat de combinatie tussen residentiële zorg en ambulante zorg ook veel meer in interactie zal komen. En waarbij dat de care en de cure, of de cure en de care beter gezegd, ook veel meer in elkaar gaan vloeien. En op dat snijvlak tussen care en cure, u heeft daar een mooie getuigenis van weergegeven, ja, daar zit natuurlijk ook de apotheker en misschien de apotheker zelfs mee in de eerste plaats om dat naar voren te brengen. Dus in die zin denk ik dat er wel bijzonder uitdagende tijden voor ons staan en voor jullie staan. Uiteraard, u verwijst er zelf naar de interactie, ook een stukje tussen de eerste lijn en de tweede lijn. We hebben Vitalink in Vlaanderen op dit moment. Dat loopt niet overal even vlot en even goed, maar het is er. Aan de andere kant zien we, en dat was ook een van onze aanbevelingen, dat het heel erg belangrijk is als een patiënt opgenomen wordt in het ziekenhuis, ontslagen wordt, en dan zeker ook personen met dementie. Ja, we zien dat het al een heel erg complex medicatieschema wordt. We zien dat de vaardigheden, zoals Fien aangaf, rond het actueel houden van een medicatieschema, het in gesprek gaan met de patiënt, ook het verhaal van medication review, wat we in het buitenland ook een stukje zien evolueren, maar we worstelen er allemaal nog wel wat mee. Maar hoe ziet u de evolutie naar ook een performante gegevensdeling tussen de ziekenhuizen en de eerste lijn? Misschien ligt er een stukje ook een antwoord met de start van de eerste lijnzones en de ziekenhuisnetwerken. Maar op dit moment, ook al zitten we digitaal heel erg ver, de systemen van de eerste lijn en de ziekenhuizen babbelen vandaag nog niet met elkaar. Ik ben eens benieuwd om te horen hoe dat u dat ziet de komende jaren. Ja, dat zal een van de eerste van de grote uitdagingen zijn. Hè, want ik denk dat de therapie trouw tussen ook het samenspel tussen ambulant en residentieel, dat is de weg die we alleen maar verder zullen inslaan. En dan maakt het dat een goede opvolging daarvan ook absoluut noodzakelijk is. Want anders zet men bijna een slag uit een ziekenhuis meer stappen achteruit dan vooruit. Dat kan dus niet de bedoeling zijn. Gegevensdeling is daar ontzettend belangrijk, maar niet alleen gegevensdeling op een individueel niveau. Ik denk ook gegevensdeling op een geaggregeerd niveau. En ik hoop dat we ook in de toekomst met Vitalink daar als ondersteuningsplatform kunnen aan werken om ook naar populatiegerichte zorgmanagement te gaan, waarbij dat er niet op basis van namen en dossiers, maar op een geaggregeerd niveau kan gekeken worden in een wijk, in een regio. Ja, waar zitten hier de specifieke uitdagingen? Een van mijn eerste
zaken die ik gedaan heb, als ik de eerste stap in de politiek zette, dat was als schepen van sociale zaken, een diabetes screening project met de eerste lijn. Daar speelden de apothekers bij ons toen een cruciale rol. Ja, diabetes, ouderdom, dan een samenhang tussen allerlei kwalen en pathologieën. Ja, iedereen ziet dat daar een cocktail is die... die een van de grote gezondheidsuitdagingen ook zal zijn, maar ook een aantal andere. Als we kijken naar onze zorgatlassen, dan zien we in sommige regio's dat er op het vlak van preventie rond allerlei zaken heel goed gewerkt wordt, soms wat minder. Of zie je verschillen tussen het ene preventieluik en het andere. Dus ik denk dat we ook op een geaggregeerd niveau met die eerste lijn en dus ook met die apothekers moeten kunnen werken om die uitdagingen aan te kunnen gaan. En daarvoor heb je een architectuur nodig. Dat is back-office en front-office. Dat is Vitalink aan de ene kant en dat is de eerste lijnzone. En dat zal een bijzonder belangrijke zaak worden. Ik denk, als ik nu het bruggetje mag maken naar de coronacrisis, daar willen we ook al die eerste lijnzones erg gaan activeren. Dat heb ik vorige week voorgesteld, ook in de Vlaamse regering. En dat zijn we nu ook aan het uitrollen. We komen van een periode van een collectieve lockdown. Begin maart, alles dicht. Economisch verkeer dicht, het maatschappelijke verkeer dicht, het sociale verkeer dicht. We zijn dat nu geleidelijk terug aan het openzetten. Enfin, het staat al breed open terug. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat we opnieuw in zo'n situatie zullen komen. Maar niks sluit uit dat er hier en daar wel clusterverspreidingen kunnen zijn. En dan moeten we heel doelgericht kunnen ageren. En dan hebben we ook een heel goed samenspel nodig tussen al die zorgactoren. En vandaar dat ik een paar weken geleden al ook aan de slag daar ben mee gegaan om te zeggen, ja, laat ons dan die eerste lijnzones, die gaan er op 1 juli de architectuur staan. Het is een gigantische uitdaging, het is een toeval, maar ook een gigantische mooie uitdaging om te zeggen, laat ons op basis van de zorggraden de eerste lijnzones daaraan werken. Niet alleen in het crisisbeheer, als er een uitbraak is, maar ook op het preventieve luik. Hoe kunnen we, u heeft zelf verwezen naar de woonzorgcentra, maar ook andere collectiviteiten. Hoe kunnen we daar waar dat er rond noodplanning toch nog wel wat te doen is, hen mee op sleeptouw nemen? Hoe kunnen we dat, als er uitbraken zijn, goed weten te blussen? En dus het is ook wel een ideaal moment om dat samenspel tussen die zorgactoren goed bij elkaar te kunnen nemen. Ook in de volgende fase. Er zal vroeg of laat hopelijk wel een vaccinatie komen, een vaccin komen. 2021 heb ik daarnet vernomen, ja, op de radio, als we bepaalde instanties mogen doen. Ik heb daar geen glazen bol in. Maar goed, dat zal dan ook wel een uitdaging zijn. Enfin, ik bedoel, er zijn heel wat dingen waar dat de architectuur klaar staat in back-office en front-office. Mm-hmm. En die we nu ook met onze twee handen moeten vastgrijpen. U verwees daarnet ook naar het verhaal van diabetes. Je kan het een stukje terugbrengen naar, ja, hoe gaan we als apotheker ook meer evolueren naar die gezondheidscoach. We capteren al heel wat gezondheidsvragen. Ilse gaf het ook in haar getuigenis al aan. Heel vaak, wij hebben een heel goede band met heel wat van onze patiënten. Je ziet soms een koppel regelmatig in de apotheek verschijnen en plots merk je wel, wanneer een van die twee soms wegvalt, wordt er heel erg duidelijk dat een persoon zo afhankelijk is van die andere persoon. En dan komt ook het verhaal van dementie plots heel erg naar boven. Anderzijds gaan we ook heel vaak, veel meer nog dan vroeger, medicatie aan huis leveren. En kunnen we ook echt wel lokaal ter plekke constateren, ja, dan niet pluisgevoel waar Ilse het over had. We merken dat heel erg veel op dit moment bij apothekers. Natuurlijk, dat is een evolutie die we aan het doormaken zijn. Van enerzijds, ja, onze core business is geneesmiddelenbeleid, medicatiebeleid, therapietrouw, maar toch ook door de laagdrempelige functie, ja, die screening, die oriëntatie. Hoe ziet u daar naar de toekomst toe ook mogelijkse financieringsmechanismen voor? We weten allemaal dat we vandaag in een federaal systeem zitten van financiering. Preventie is regionale bevoegdheid.
vraagt heel veel tijd van heel veel zorgverstrekkers, zonder dat daar op dit moment ook een bepaald erkenning, financieringsmechanisme zit. En dit blijkt toch ook in een aantal resultaten, met name ook in het begeleiden en het capteren van personen met dementie, net de tijdsrovende factor te zijn. Dus hoe zien jullie naar de toekomst mogelijke hefbomen, andere financieringsmechanismen ontstaan? Ja, ik weet niet of dat we snel naar een nieuwe bevoegdheidsverdeling zullen komen. Ik hoop van wel, maar dat is een ander debat. Maar waar ik ook wel absoluut in geloof, en uw voorbeelden spreken daar, zijn daar sprekend voor, dat is in het concept en de idee van zorgzame buurten. Waarbij dat bijvoorbeeld een apotheker in een buurt, een buurt is dan breed gedefinieerd, dat is meer dan een paar straten, maar toch ook wel een rol speelt en ook een rol kan spelen naar andere zorgactoren toe. Wanneer dat hij detecteert, wanneer hij de thermometer van de buurt is, ja, dan moet hij met die informatie over wat die thermometer aanlevert, daar moet iets mee gebeuren. Dat kunnen de sociale actoren zijn, dat kunnen lokale gemeentelijke diensten zijn, dat kunnen mutualiteiten zijn, dat kunnen anderen zijn. En ik denk dat we die rol absoluut moeten gaan, ook in het relancecomité dat nu, maatschappelijk relancecomité, dat we nu ook in de Vlaamse regering hebben aangediend. En die nu aan de slag is, dan gaat het over, ook over het maatschappelijke welzijn in de brede betekenis van het woord. Hè. Want hier zit je echt op het breukvlak tussen zorg en welzijn. En waarbij dat het belang van welzijn alleen in de toekomst nog meer gaat toenemen. En dat dus op een goede manier gaan organiseren, dat is denk ik een van de grote uitdagingen waar we samen voor staan. En waar ik ook wel toch ervaren heb, ook in de voorbije weken en maanden, dat er toch bij velen een voortschrijdend inzicht is hoe belangrijk dat die twee samen moeten genomen worden. Dat hebben we soms in hele sterke discussies gezien. Het bezoekrecht in de woonzorgcentra, dat is de keuze tussen zorg en welzijn. Maar aan de andere kant toch ook het bewustzijn dat er geen tegenstelling, maar een samenhang moet zijn. En dat als je die samenhang niet weet te vinden, ja, dat je dan ook brokken maakt of brokken die er liggen niet kunt oprapen. En dus ik geloof daar wel in dat die visie ons ook door de situaties waarin we in gevallen zijn met COVID-19 onze gesterkt hebben om dat te kunnen opnemen. Hè. Een andere vraag die zowel van ons, vanuit de ervaringen van het project, maar evenzeer door het expertisecentrum dementie een sterke vraag is. Ja, het staat in het Vlaamse regeerakkoord, het staat ook in uw beleidsnota. Ouderenzorg is heel erg belangrijk. Het kader voor de zorg voor personen met dementie, maar ook hun mantelzorgers en hun familie. Ja, we kijken daar, denk ik, beide, Jurn, ik denk dat u dat kan beamen, reikhalzend uit naar het aan tafel gaan zitten. En ik hoop dat het fysisch opnieuw snel kan rond het samen gaan werken aan een nieuw dementieplan. Hebt u zicht op enige timing daar? Ja, we gaan een nieuw dementieplan maken en dit is ook een uitgestoken hand om daar met jullie, de actoren van de eerste lijn, en zeker ook met jullie, voor rond de tafel te gaan zitten. Dat heeft nu allemaal wel wat vertraging opgelopen, want we hadden toch een paar grote branden te blussen en ze zijn nog niet volledig geblust. Maar we hebben wel de vaste ambitie om een nieuw dementieplan te maken. Ik denk dat we al op een aantal terreinen ook een mooi traject hebben afgelegd. We hebben daar lering uit te nemen. En er staat ook een nieuwe architectuur klaar om dat ook mee in te kantelen. Dus ik denk dat daar ook wel kansen en opportuniteiten zijn om dat te doen. En als we kijken naar de veroudering van de bevolking in wat ons de komende 10 jaar, 15 jaar staat te wachten, ik heb het net gezegd, ja, dan weten we dat die uitdaging er niet minder om zal worden, integendeel. Maar dementie is ook niet alleen iets van leeftijd. Hè. De stijgende vroegdementie is toch ook wel een issue. Hoe daarmee om te gaan, ik denk dat de impact daarvan op gezinnen ook niet mag onderschat worden. Dus we hebben daar wel werk aan de winkel, ja.
Wel, dan denk ik dat we jullie graag een aantal kapstokken aanreiken. Ik herhaal nog eens drie elementen die we vanuit het traject, samen ook met de goede samenwerking met het expertisecentrum, het toch nog meer inzetten op de kennis en ervaring van de huisapotheker. Maar dit geldt evenzeer voor de expertise van andere zorgverstrekkers. Het multidisciplinaire aspect. Ik denk dat dit 5 à 10 jaar geleden bijna onmogelijk was, maar het lijkt nu, het is eigenlijk een evidentie, met dan, zoals u daar zelf ook al zei, meer op niveau van eerste lijnzones, populatiemanagement, kwaliteitsvolle zorg. Ik denk dat dat al de handvaten zijn. En wij zullen met plezier die uitgestoken hand aannemen om mee aan tafel te gaan. We hebben al heel wat handvaten klaar. En dan hoop ik dat we dat in een multidisciplinair verhaal nog meer aan bod kunnen laten komen. Ik heb bij het begin van de webinar gezegd dat we zitten met een 160-tal personen die dit meevolgen. Er kan via een chatmodule vragen gesteld worden. Ik ben eventjes aan het kijken of er intussen vragen zijn binnengekomen. En dan, ik heb ook verteld van, we gaan misschien niet alle vragen aan bod kunnen laten komen, maar we gaan de meeste vragen trachten te beantwoorden ook in de loop van de komende dagen. En die zullen dan ook op onze website ter beschikking staan. Maar ik ga eventjes kijken. Tom tracht de vragen allemaal netjes te capteren. En ik zie een vraag binnenkomen. Is er een bevraging gebeurd of gepland bij mantelzorgers of personen met dementie? En hoe zij de aanpak van de apotheker hebben ervaren? Ik kijk eventjes naar Fien. Ja. Ik denk dat dat een mooie vraag is richting Fien en misschien ook nadien bij Jurn. Ja. Dat is dus niet gebeurd. We hebben personen met dementie en mantelzorgers niet ondervraagd, omdat dat redelijk complexe ethische vragen met zich meebrengt. Wij hebben het er ook nog niet echt over gehad om dat in de toekomst te doen, maar ik denk dat dat misschien wel een heel mooi idee is om toch aan te werken, zeker in samenwerking met de KU Leuven, die ook nog wel verder onderzoek daarnaar wil doen. Dus dat kan zeker iets zijn dat in de toekomst gepland staat. Ik weet niet hoe Jurn daar... Ja, ik vul daar zeer graag bij aan. Ik denk inderdaad dat dit belangrijk is, wetende dat je natuurlijk vanuit een soort paternalistische houding zou kunnen kijken naar de apotheker. Hè, van ja, die weet het allemaal en als de klant content is, dan is het oké. Dat is een subjectieve ervaring. Maar ik heb geleerd dat subjectieve ervaringen heel vaak anekdotisch zijn en dat je eigenlijk de temperatuur pas kunt meten op het ogenblik dat je een objectief kader hebt binnen het welke dat je de mantelzorger of de patiënt zelf met dementie kunt bevragen over hoe dat die zorg heeft ervaren of die begeleiding heeft ervaren. Ik denk dat we ook wel moeten zeggen dat gedurende de momenten dat mensen nog thuis wonen, thuis verblijven, ja, dat je op dat moment daar wat zicht op krijgt. Op het ogenblik dat men dan naar een woonzorgcentrum verhuist, ja, dan is de voeling natuurlijk met de eigen apotheker vaak niet meer aanwezig, omdat het woonzorgcentrum zelf die farmaceutische zorg voorziet en vaak zich wendt tot één apotheker. Dus in die zin denk ik dat dat zeker nog voer is voor verder gesprek. En ik denk, en ik moet eigenlijk wel zeggen, dat we onszelf dat ook verplicht zijn om dat te doen. Zeker als we zeggen dat en vinden dat mensen met dementie zelf ook een stem hebben en ook een mantelzorgers een stem hebben in het kapitel. We hebben het heel vaak gehad over medisch-farmaceutisch overleg. Dit begint bij artsen en apothekers in heel wat regio's toch een lichte evidentie te worden. Nu, er komt een vraag binnen die heel expliciet ook zegt van ja, kunnen we dit ook ruimer gaan zien? Niet alleen het overleg, want als we het hebben over multidisciplinaire aanpak, dan gaat het natuurlijk over veel meer dan die huisarts en die huisapotheker. De vraag die hier binnenkomt is, zijn er al concrete plannen rond een meer multidisciplinair traject?
waar ook thuisverpleging, waar ook poetsdiensten bij betrokken zijn. Ik heb het daar net heel kort aangehaald. We hebben dit gecapteerd tijdens de voorbije COVID-crisis voor wat betreft Masker 19, waar we eigenlijk een samenwerking met CAW hebben opgezet. Maar binnen de Vlaamse context is er zoiets als een geïntegreerd breed onthaal. Dat zou misschien wel een mogelijkheid kunnen zijn om dit daar mee in op te nemen. Kijk eventjes uw richting uit. Ja, absoluut. Dat is ook een van de bedoelingen van het geïntegreerd breed onthaal. Dat is om die bruggen nog meer te bouwen tussen de zorgactoren en de welzijnsactoren. Mm-hmm. Omdat dat moet gebeuren, omdat die vervlechting in toenemende mate... Iedereen voelt dat wel aan, dat die vervlechting in toenemende mate daar is. En... Dat zal in de toekomst alleen nog maar meer nodig worden met de uitdagingen waar we voor staan. Dus dat is absoluut wel de bedoeling, ja. En Ilse, hoe kijk jij daar tegenover? Want jij hebt daar vanuit de praktijk toch ook wel ervaring mee. Je hebt het wel even aangehaald, maar het is misschien wel goed om dat nog eventjes vanuit jouw praktijkervaring mee te geven. Wel, ik denk dat dat vooral maatwerk moet zijn rond elke individuele casus. Dat moeten als elke zorgverlener, als elke informele hulpverlener rond die patiënt moeten durven zeggen van kijk, deze situatie moet eens besproken worden. Mm-hmm. En dat is een verantwoordelijkheid die ieder van ons zal moeten nemen. Ik geloof niet echt dat dat van bovenaf moet komen, maar ik denk dat iedereen in het veld op een bepaald moment zijn verantwoordelijkheid moet nemen, de anderen uitnodigen om aan tafel te gaan zitten en het gesprek durven aan te gaan. Ik heb daar straks het woord zorgzame buurten benoemd en eigenlijk gaat het daarover. We hebben eigenlijk in het zorglandschap en het welzijnslandschap in brede zin hebben toch wel heel wat actoren die daarin actief zijn. Maar wat je dikwijls mist, dat is een magneet die de puzzelstukjes samen neemt om de puzzel te kunnen zien. Mm-hmm. En dat hebben we nu ook wel gemerkt. Ik heb gemerkt in deze coronacrisis ook, dat de lokale besturen bijvoorbeeld veel meer aandacht zijn gaan besteden aan ouderen, aan alleenstaande, 80-plussers opbellen. Daar zijn discussies over gevoerd. Is dat nu een rol die een lokaal bestuur moet nemen of niet nemen? Maar velen hebben het gedaan, hebben daar dingen ook uit geleerd. En dat is ook een energie die we moeten vasthouden. En het bespreekbaar maken is eigenlijk het belangrijkste daarvan. Hè. En dan door het bos de bomen kunnen zien en weten waar je naartoe moet gaan, is een andere zaak. En dat moeten we op veel dingen doen. Geïntegreerd breed onthaal. Ook daar zijn fundamenten gelegd waar we nu kunnen opbouwen. We hebben daar ook nog een aantal bijkomende projecten nu goedgekeurd om naar armoede toe daar die toeleiding te kunnen helpen. De jeugdhulpverlening is denk ik een ander belangrijke luik, waarbij dat we met één gezin, één plan, nu 15 projecten in Vlaanderen hebben, maar ik wil dat heel snel gebiedsdekkend maken. Ik denk ook dat dat nodig is. De coronacrisis heeft dat ook wel aangetoond, dat er een grote nood rond bestaat. Dus dat willen we doen. Dat betekent ook extra capaciteit die we kunnen brengen. Maar eigenlijk is dat telkens een trechterbenadering. Namelijk, we hebben een hele grote waaier van aanbod, maar dan moet getrechterd worden in wat is nu precies nodig om dan de juiste mensen op de juiste plaats te kunnen krijgen. Ja, ik denk dat dat een belangrijk aandachtspunt is waar we allemaal ons steentje gaan moeten toe bijdragen. Een andere vraag die binnenkwam of die binnenkomt, u verwees dus zelf ook naar het diabetesverhaal, maar je kan het even goed één op één gaan kopiëren wanneer het gaat over het sensibiliseren, het screenen van personen met dementie. In die tijd, wanneer het ging over het screeningsproject diabetes in de provincie Limburg, is daar heel wat rond te doen geweest. We weten allemaal op dit moment, het is misschien een taboe, maar we kunnen het maar best benoemen, dat de apotheker vandaag geen gaatjes mag prikken. Dus het screenen van diabetes op zich is een heel moeilijk verhaal. Er komt binnenkort inderdaad waarschijnlijk ook een vaccin rond COVID-19. De vraag die hier binnenkomt is, hoe kan de apotheker ook die erkenning krijgen om all the way te kunnen gaan in het verhaal van screening en dit complementair aan wat andere zorgverstrekkers doen
En dat trekt het natuurlijk door ook in het verhaal van ja, het screenen, het oriënteren van personen met dementie. Wat moeten we doen opdat die apotheker, die dat eigenlijk nu al een beetje doet, toch die volledige erkenning kan krijgen? Mm-hmm. Wel, je hebt daar verschillende componenten bij. Hè. Je hebt daar de vraag over KB78, wie mag wat nu precies doen. Ik heb nu ook wel in die coronacrisis gezien dat dat soms op een soepele manier kan geïnterpreteerd worden. Hè, en dat als de nood hoog is, de redding ook nabij is. Dat er samenwerkingen zijn, en dat vind ik toch ook een van de lessen die we niet mogen loslaten, dat is dat in deze coronacrisis we geleerd hebben dat er interdisciplinair heel erg kan samengewerkt worden. Hè. De cohortenzorg die we op een paar weken tijd hebben moeten uitrollen, dat heeft geleerd dat er actoren, waar dat het anders jaren zou kosten om ze rond één tafel te krijgen, te zeggen, oké, daar is een nood bij de mensen thuis en wij moeten die nood lenigen. En ik denk dat dat eigenlijk het hele uitgangspunt ook voor de toekomst moet zijn. Alles vertrekt van de patiënt of de cliënt, alles vertrekt van diegene die een zorgnood heeft. En hoe kunnen we die zorgnood het beste invullen en daar een antwoord aan geven? En daar zullen we nog wel heel dikwijls terreindiscussies over hebben. Daar maak ik me geen illusies over. Maar aan de andere kant, je kunt maar een juiste discussie hebben als je een tafel hebt waar de mensen rond de tafel willen zitten. Mm-hmm. Anders heb je een monoloog waar iedereen zijn argument heeft en de dialoog totaal weg is. Wel, ik denk dat bijvoorbeeld in die eerste lijn die discussies wel kunnen gevoerd worden. En waarbij dat ook het bewustzijn moet groeien en de vaccins, de vaccinaties en hoe, wie, wat mag dat doen. Als we daar met een redelijke dialoog elkaar kunnen weten in te verstaan, dan zal iedereen voelen dat men daar beter uit wordt. Hè? Want nu wordt er heel dikwijls geredeneerd vanuit de gedachte als die dat gaat doen, kan ik dat niet meer doen. Terwijl de grote uitdaging is, hoe kunnen we er allemaal samen voor zorgen dat er meer mensen worden gevaccineerd voor de griep en voor een aantal andere zaken. En als we dat bewustzijn kunnen hebben, dat door schouder aan schouder, door samen te werken, we verder kunnen geraken. Iedereen moet zijn boterham verdienen. Hè. We moeten daar ook niet naïef over zijn. Iedereen moet zijn boterham verdienen. Maar er valt ook gewoon veel gezondheidswinst te halen door die samenwerking te kunnen doen. En dan is het niet de ene ten koste van de andere. Nee, dan kunnen we allemaal samen er een stukje beter voor staan. Maar dan denk ik dat... we vallen op in herhaling, maar dat is eigenlijk wel een positief verhaal. Dat de opstart van de eerste lijnzones en daar met z'n allen ook een aantal doelstellingen formuleren, vaccinatiegraad omhoog halen, een goede zorg aanbieden voor personen met dementie. Als je daar een aantal objectieve doelstellingen kan op vastpinnen, dan heb je een gemeenschappelijk plan nodig. En dan ben je niet meer tegen elkaar aan het werken, maar dan ben je elkaar aan het versterken. Een andere vraag die binnenkwam. Tom, wil je de vorige vraag nog eens even geven? Was een vraag over voor personen met dementie. En het is een stelling die ik eventjes wil aftoetsen. Is medicatie niet altijd die eerste zorg, maar wel die preventieadviezen? Hè? We hebben het wel al eens gezegd, apotheker is hier de coach. Maar het is een stelling die binnenkomt, die toch opnieuw herhaald wordt. Jurn, kan jij daar bijtreden als de stelling? Absoluut. Ik heb het daarnet ook in mijn betoog al gezegd. Preventie is natuurlijk iets waar meer en meer evidentie rond bestaat, ook om dementie op en het risico op dementie een stuk te gaan vertragen. En we weten dat, en het is meermaals tijdens deze crisis ook gezegd, dat bewegen een enorm positieve invloed heeft. Uiteraard niet enkel voor dementie, ook voor het cardiovasculaire aspect is dat belangrijk. We weten dat er zaken zijn die goed zijn voor het lichaam, er zijn zaken die goed zijn voor het brein. Hè. Uitdagingen hebben, een doel hebben, sociale contacten, net die dingen die we de laatste tijd heel erg moeten missen hebben, zijn belangrijk om dementie te voorkomen. Dus in die zin is de campagne die een tweetal jaar geleden gevoerd geweest is, de Sani Memorix-campagne, een heel mooi voorbeeld daarvan. Men heeft die trouwens herhaald in Luxemburg, in Nederland, in Noord-
Noorwegen en in Duitsland, in samenwerking met de apotheken. En het is zo dat apothekers effectief, zonder de mensen een schuldgevoel te geven, en dat is toch wel belangrijk, want aan een aantal dingen kun je echt niks doen. Is het het lotje van de loterij dat je verkeerd trekt? Maar in een aantal omstandigheden zie je toch wel dat vanuit wetenschappelijke studies, wetenschappelijk onderzoek, en dat is vrij recent allemaal hoor, ook de Lancet die daar rond nog recent heeft gepubliceerd, zien we dat investeren ook op het terrein van die boodschappen om een gezonde geest en een gezond lichaam te hebben, dat wel zijn effect kan hebben. En ik weet ook, en we moeten daar heel goed mee opletten, dat we die communicatie heel zuiver en heel correct doen. Dat we mensen effectief niet een schuldgevoel geven van ja, maar mijn man heeft elke dag een rondje rond een blok gelopen. Die heeft niet gerookt, die heeft een fantastisch actief sociaal leven gehad. En toch is daar sprake van dementie. Ja, dat zijn dingen die helaas kunnen voorkomen, hè. Maar het inzetten op die aspecten die gewoon het algemeen welzijn verhogen, speelt een rol. Trouwens, tijdens deze crisis hebben we ook gezien dat gezondheidsadviezen ook wel kunnen helpen. Hè. Mm-hmm. Mensen nemen afstand van elkaar, wij zitten ook op afstand van elkaar. Mm-hmm. Maar we hebben ook gezien dat de huisartsen gezegd hebben van ja, we zien eigenlijk veel minder infectieziekten dan we vroeger zagen. Net met het feit dat mensen effectief hun handen dienen te wassen, dat een van die aspecten is. Natuurlijk, de vergelijking met dementie is een beetje ver gezocht, maar het effect dat je creëert door daar telkens opnieuw in herhaling over te communiceren zonder in een betuttelende en een belerende sfeer te komen, geeft toch wel aan dat je daar zeker dingen kunt, levenskwaliteit kunt toevoegen aan de jaren. Want je mag niet vergeten dat er, ondanks alle acties die wij daar rond doen, die collega's van ons daar rond doen, dat dementie toch nog wel iets blijft waar... dat is het laatste wat men wil meemaken. En stelt men zich wel de vraag of je nog kwaliteitsvol leven hebt. Mm-hmm. Er komt ook... Op aanvullen. Ik denk dat het ook belangrijk is om op het moment dat de diagnose is gesteld, kan er ook heel veel preventie worden gedaan voor de mantelzorger eigenlijk. Dat is iets waar wij in onze opleiding echt heel erg op hebben gehamerd. Van, heb ook aandacht voor die belangrijke mantelzorger. Het is eigenlijk al heel goed om zo vroeg mogelijk in het traject bij de diagnose te zeggen van kijk, dit kan je verwachten. Dat kan soms heel hard aankomen, maar het is heel belangrijk dat die mantelzorger weet waarvoor hij of zij staat. En dat de apotheker ook eigenlijk tips kan aanreiken van hoe ga ik daarmee om als mantelzorger en hoe bewaak ik mijn eigen balans eigenlijk. Hoe raak ik, zorg ik ervoor dat ik zelf niet uit balans raak, waardoor een situatie vaak kan escaleren. Dus dat is ook zeker een belangrijke taak voor de apotheker. Dan na de diagnose is gesteld. Ik sluit er helemaal bij aan. Ik denk dat dit een en-en-verhaal is. Mm-hmm. En dat je effectief ook die mantelzorg bijzonder moet naar waarde schatten. Het zijn ook zij die vaak het verhaal voor de eerste keer doen, soms voor de tweede keer doen. Maar echt gehoord worden zorgt er eigenlijk al voor dat je heel wat spanning kunt wegnemen. Ik ken mantelzorgers die door het feit dat ze daar open hebben kunnen en durven en mogen over praten hebben, ook bij de apotheker, dat ze eigenlijk in een kracht worden gezet en dat ze daardoor eigenlijk veel meer kunnen betekenen. Niet alleen voor zichzelf, maar zelfs ook voor andere mensen die met dementie te maken hebben. In de presentaties is al een paar keer aan bod gekomen, maar er komt ook een vraag over binnen van is er verbetering mogelijk effectief tussen die eerste lijn / de apotheker, huisapotheker en ziekenhuis, woonzorgcentra en of andere instellingen waar je ziet dat vandaag effectief die communicatie, die gegevensstroming nog niet echt optimaal verloopt. We hebben ook nu in de schakelzorgcentra de ervaring gehad om het medicatiebeleid te faciliteren via een coördinerend apotheker. We hebben de resultaten, we hebben een wetenschappelijke studie ook met de equipe van KU Leuven hierop losgelaten. Dus ik denk dat dat ook een aspect is die we naar de toekomst kunnen meenemen. Wilt u daar kort op reageren? Ik denk dat de noodzaak van een goede samenwerking, een goede informatieuitwisseling, gegevensdeling, het belang daarvan is nu ten volle wel aangetoond. En er zijn een aantal zaken die nog te veel naast elkaar sporen in plaats van met elkaar. En dat zal denk ik ook een van de zaken zijn die we ook in de toekomst moeten aanpakken.
Maar ja, de opportuniteiten, we komen telkens in herhaling te vallen, maar de opportuniteiten zijn er wel om daar nu ook echt iets mee te doen. Hè. Mm-hmm. Ik denk een mooie vraag om af te sluiten. Zijn er, misschien toch nog eerst die vraag van Brussel. We vergeten in Vlaanderen heel vaak dat er ook heel wat Vlamingen in Brussel zijn. En het is een terechte vraag, denk ik, van Brusselse patiënten, maar misschien ook Brusselse collega's, van ja, we hebben heel wat trajecten lopen in Vlaanderen. Hoe maken we dat ook Franstalig of misschien zelfs meertalig? Misschien is dat natuurlijk iets dat uw bevoegdheid en uw middelen overstijgt, maar ja, we merken vaak, er is ook een eerste lijnzone in Brussel. Ja, hoe zouden we daar naar de toekomst kunnen mee omgaan? Ja, dat is een minder evident verhaal. Ja. En dat ligt niet aan, de mensen die in Brussel actief zijn, maar ja, je botst in Brussel wel op, niet op twee culturen, maar op veel culturen. Mm. Hè. Laat ons eerlijk zijn. En we hebben daar vanuit de Vlaamse overheid traditioneel toch wel een grote aandacht voor. We investeren ook wel in Brussel. De stijging van de middelen in welzijn zijn meer gestegen dan de middelen in Vlaanderen procentueel gezien. Dus het toont ook wel aan dat we dat doen en moeten doen en blijven doen. Maar je ziet wel dat je daar inderdaad twee verschillende culturen hebt. We hebben in Vlaanderen en dus ook met veel Brusselse Vlamingen een eerste lijns cultuur die veel sterker uitgebouwd is van nature dan een Franstalige cultuur die veel sneller de ziekenhuiscultuur is. En ja, die twee culturen, dat voel je en dat zie je, dat bijvoorbeeld alleen al in de cijfers over het aantal mensen in de woonzorgcentra die overgebracht zijn naar de ziekenhuizen. Mm-hmm. Daar is heel veel over te doen. Was dat omdat ziekenhuizen op de rem gaan staan? Daar zullen we wel eens een gesprek over voeren. Maar het was ook omdat er een andere cultuur is, waarbij dat men veel sneller in Wallonië en zeker ook in Brussel naar de ziekenhuizen schakelt dan soms strikt genomen noodzakelijk is. Dus je ziet wel dat je daar verschillende culturen hebt. Een laatste vraag, denk ik, en dat maakt ook een stukje de afsluiter. U sprak daar net over zorgzame buurten. Ik las ook in een andere vraag van er zijn blijkbaar ook al wat ervaringen rond zorgpaden, dementie, onder andere in Brugge, onder andere in Gent. Ik denk dat dat ervaringen zijn die we gaan moeten meenemen om meer te gaan concreet werken naar zorgzame buurten, neem ik aan. Ik denk dat we hier netjes, mooi en binnen de tijd kunnen afsluiten, tenzij dat u graag nog een laatste aanbeveling, impressie meegeeft. Nee, maar ik ben eigenlijk wel blij met die laatste vraag of die laatste opmerking, ja. Omdat ik daar persoonlijk heel sterk in geloof. Ik ben misschien gebiased omdat ik mijn eerste stappen in de politiek vanuit dat lokale heb gezet als schepen van sociale zaken. Maar ik zie die behoefte alleen maar groter worden met alle kansen en opportuniteiten die er ook zijn. U heeft het daarnet naar verwezen. We beseffen soms onvoldoende hoeveel dingen samenkomen in die buurten. Of het nu gaat preventie rond cardiovasculaire dingen of rond diabetes, bewegen of rond dementie. Dan begint het wel daar. Hè. Het ontdekken, het samengaan met de buurt rond heel eenvoudige zaken die noodzakelijk zijn, maar die dikwijls wel meer moeten getriggerd worden dan vandaag het geval is. En waarbij dat in zorgzame buurten er in mijn filosofie met professionele zorgverleners, waarbij dat de apotheker, de dokter in de buurt een belangrijke rol kan spelen, maar ook met anderen. Dat gaat ook over vrijwilligersorganisaties, dat gaat over lokale besturen. Dat voel ik toch ook wel heel sterk. En dat voelde ik al voor de coronacrisis, de veroudering van de bevolking, eenzaamheid als een groot issue. Gezinnen die uit elkaar gaan, waar alleenstaanden komen. En goed, redden ze het wel alleen? Ja, materieel misschien nog wel net, maar hoe moeten we daarmee omgaan?
Dus veel uitdagingen waar we voor staan, maar er ook wel veel energie in Vlaanderen is om te zeggen, ja, eigenlijk moeten we dat toch wel aanpakken. En waar ik hoop dat we met die idee van die zorgzame buurten, versterkt door op het professionele vlak dan de eerste lijnzones waar de stakeholders rond de tafel kunnen zitten, elkaar kunnen ontmoeten, om te zeggen van hier en hier hebben we wel een probleem en dat moeten we samen aanpakken. Wel, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Het is een warme boodschap naar een dementievriendelijk Vlaanderen die we kunnen enten op die eerste lijnzones met heel veel dynamiek van lokale zorgverstrekkers, maar ook met heel veel input van en ervaring met personen met dementie, hun mantelzorgers, hun familie. Ik geef nog even mee, er zijn nog vragen die blijven binnenkomen. We gaan die trachten te beantwoorden. En de antwoorden zullen te vinden zijn op de website. Plus, voor zij die de webinar zouden gemist hebben en of willen herbekijken, dit kan op www.vlaamsapothekersnetwerk.be. Ik wil jullie allemaal en de 160 mensen die thuis zitten heel erg bedanken om aanwezig te zijn aan deze virtuele tafel. Ik wil ook Fien heel erg bedanken. Het was een heel aangenaam traject de voorbije 3 jaar om met jou te mogen samen afleggen. En we gaan nog wat lettertjes moeten schrijven voor het eindrapport. Ilse, heel erg bedankt voor jouw getuigenis. Want een getuigenis van in het werkveld is altijd zoveel meer dan een rapport met facts en figures. Jurn, we hebben elkaar in een heel aangenaam traject mogen leren kennen. Ik had daarvoor zo weinig stilgestaan bij dementie. Maar ja, het maakt dat je er veel meer als mens ook over nadenkt. Beste minister, ik ben heel erg blij dat u er geraakt bent en dat we een heel aangename babbel hebben mogen hebben. Ik wil ook nog jouw voorganger, minister Van Deurzen, bedanken, want het is ook dankzij hem, dankzij de mensen op zijn kabinet en ook de mensen van de administratie en ook nu de mensen bij u op de administratie, dat we 3 heel interessante jaren hebben gehad. En ik wil hier toch in het bijzonder ook Leni bedanken, Ellen, Paulien en Dirk de Wolf, want ze hebben ons de voorbije 3 jaar vanuit de administratie ook heel wat tips en tricks meegegeven om een project zoals deze in goede banen te leiden. Ik wil ook de mensen achter de schermen bedanken die deze webinar hebben mogelijk gemaakt. Het lijkt allemaal eenvoudig, maar er komt toch wel heel wat techniciteit aan te pas. Tom van het Vlaams Apothekersnetwerk, die zo goed als mogelijk de verschillende vragen heeft trachten te capteren en die nog wel wat werk zal hebben om de nadien te beantwoorden. Maarten, Jaap en Jasper, die ervoor gezorgd hebben dat de lichten juist staan, het geluid goed zit en de virtuele tafel zeer aangenaam was. En zoals we daarnet al zeiden, we kijken samen met jullie allemaal, maar ook met de 160 mensen en heel Vlaanderen uit naar een dementievriendelijk Vlaanderen, waarin we goed zorg kunnen dragen voor personen met dementie, hun familie en hun mantelzorgers. Bedankt allemaal en nog een fijne avond.